Hey jongens, ga maar. Hup. Hup. Hey jongens. Hup. Hoe zien de uiers eruit? Veelbelovend. Ja, in deze tijd is het mooi weer voor de beesten. Het is een goede temperatuur. Dus kunnen ze ook best goed melk geven. Horten en stoten kolkte melk in een grote glazen bol. Hoe heet deze koe? Dat is herkent u de kom? Marianne. Marianne. Ja. Is dat een goeie? Dat zijn wel van de goede familie, zeg maar, van de koeien. Ja, klopt. En de melk is ook goed? De melk is ook prima, ja. Alleen de melk is een beetje goedkoop? De melk is goedkoop, te goedkoop natuurlijk. En ja, dat is toch wel jammer dat het die kant op gaat. En nou, met het huidige systeem, zo er nu het loslaten van de melkprijzen, zien we dat er toch een drama op ons afkomt. Namelijk, er komt veel meer melk op de markt, de prijs die zakt, en die kun je bijna niet meer verkopen. Precies, het aanbod is te groot. En men doet ons natuurlijk geloven dat er te weinig melk is voor de wereld, maar je ziet toch dat er in bepaalde delen gewoon te veel geproduceerd wordt. En dat toch het aanbod gestuurd moet gaan worden. Hoe oud bent u? Ik ben 62. Hoe lang gaat u nog door? Ja, ik heb een zoon die wil ook het bedrijf verder voortzetten. Maar heeft hij straks nog wel een bedrijf wat hij over kan nemen? Nou ja, goed, daar hoop je op wel dat het te lukken gaat natuurlijk. Maar wat denkt u? Nou ja, ik, dat vermoed ik van wel. Maar als het zo blijft met zulke prijzen, ja, dan is het een ander verhaal. Want u betaalt voor de melk in plaats van dat hij eraan verdient. Ja, dat kan natuurlijk niet lang doorgaan. Hoe lang kan het doorgaan bij u? Nou ja, bij de een langer dan bij de andere. Als je hier een jaar mee doorgaat, dan is het allemaal een heel rare situatie, denk ik. Dus dan moet je eigenlijk achter je oren gaan krabben hoe je het verder gaat voortzetten. Ik neem aan dat u geld heeft geleend om deze mooie stal te bouwen, om deze machines te kopen. Ja, dat is ook gebeurd, ja. Maar dat moet wel worden betaald. Natuurlijk, dan komen elke maand komen de aflossingsverplichtingen en rente op je af natuurlijk. Dat moet elke maand betaald worden. Nelly, we beginnen eerst met Marianne. Nelly, dan krijgen we Ingrid. Dan krijgen we Jetty. En dan krijgen we Helma. Heeft u ook een Gerda? Gerda hebben we nog niet. Nog niet deze. Als het nog echt goed gaat over de boeren, dan gaat de koe bij een andere naam geven die Gerda heet. Als dank, ja.